Welkom bij Doe-het-zelf-ideeën. Ik heb hier een hart van piepschuim. Ik wil het versieren en daar ga ik zijdeklei en schuimklei voor gebruiken. Dat wordt ook wel foamklei of silkklei genoemd. Het piepschuimhart dat heb ik in de winkel gevonden en de schuimklei en de zijdeklei die had ik al. Als je dat niet in de winkel vindt, vind je het wel op internet. De zijdeklei is net als de schuimklei een klei die je gewoon kan laten drogen en dan wordt die hard, dus die moet niet de oven in. En met deze klei ga ik het hart dan versieren. Ik heb klei in verschillende kleuren. De zijdeklei die lijkt heel erg op de schuimklei, alleen zitten er geen kleine bolletjes in. Het is een iets zachtere, iets mattere klei. En ik ga beginnen met de roze zijdeklei. Daar neem ik een stuk van. Dat maak ik zo plat. En dan ga ik proberen het hart ermee te bedekken. Ik ga het heel hard dus inpakken in de roze zijdeklei. Door te wrijven kan je de klei nog wat platter maken en als er dan per ongeluk een gat ontstaat, dan neem je gewoon een extra stukje klei en kan je het erop drukken. Hier heb ik nu een gat, ik druk er dus gewoon wat klei over, klaar. Ik heb al de helft ingepakt. Daarvoor heb ik de roze zijdeklei gebruikt. Ik heb zo'n half potje gebruikt ongeveer. In elk potje zit 40 gram, dus ik heb ongeveer 20 gram gebruikt. Ik ga nu de andere helft van mijn hart maken in paars. Het is wel erg moeilijk om een rechte lijn te krijgen tussen de twee kleuren klei. Dus ik heb het gewoon in elkaar laten overlopen. Mijn hele hart is nu bedekt met zijdeklei. Het werkt erg goed, alleen krijg je het oppervlak niet helemaal glad. Je ziet er wat vingerafdrukken in. Sommige stukjes zijn wat dikker, andere dunner. Om dat te verbergen wil ik een patroon maken in de klei. Ik had een idee. Ik heb gewoon een stift genomen en met de onderkant daarvan heb ik kleine bolletjes gemaakt in mijn klei. Dan valt het helemaal niet op dat het oneffen is. Op een bepaald moment heb ik het opgegeven met de ene stift en heb ik een hele hoop stiften gebruikt. Ik heb dus het hele oppervlak bestempeld. Maar ik vind het er zo al veel beter uitzien dan zonder bedrukking. Nu wil ik er nog een paar kleine details op doen. Het moet een lentehart worden, dus van het schuimklei ga ik een klein bolletje maken en dat druk ik dan ergens op het hart. Ik ga van die bolletjes bloemen maken. Dan neem ik een stukje van de lichtblauwe zijdeklei en daar maak ik een worstje van. Ik haal er een stukje af. Ik druk het wat plat. En dat wordt mijn eerste bloemblad.
Het is trouwens heel erg makkelijk om de zijdeklei gewoon plat te drukken, uit te rollen en er dan stukjes van te knippen met een schaar. Met deze stroken ga ik mijn volgende bloem maken. Mijn hart is nu helemaal af. Ik vind het echt goed gelukt met de bloemen. Heel erg leuk voor in de lente. En ook makkelijk, want het is heel erg licht door het piepschuim. Je zou er een haakje in kunnen doen om het op te hangen. Of ergens leggen, gewoon als versiering. De klei moet nu nog gewoon drogen en dan wordt die hard. Dat gaat best snel. Zeker omdat het een dunne laag klei is. Maar als je het wat langer laat liggen, dan ben je zeker dat je klei hard geworden is. Ik vind het heel erg fijn dat je de klei zo rond iets kan plakken. Dan heb je meteen ontzettend veel mogelijkheden om ermee aan de slag te gaan. Laat me weten bij de reacties wat jullie van het hart vinden. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Geef me dan een thumbs up. Vergeet ook de andere video's niet te bekijken. Er zijn nog meerdere video's met schuimklei. En hoop ik je terug te zien bij een volgende video van Doe-het-zelf-ideeën.